Ik heb gewoon echt zo'n slechte economieën. Voor... Wat heb je nodig? Wat heb je nodig? Alles. Yo. Oh, wauw. Hoeveel shit heb jij wel niet? Ja, ik was zo goed aan het sparen eventjes. Maar ik kan even wat hulp gebruiken hier. Ja, ja, ja. Wauw, nog steeds. Nog wel, we zijn echt... Doe wat aan je economie. Ja, wat? Ik ben al huisjes aan het bouwen. Als dat helpt. Oh, je hebt nog een fort wagon trouwens. Ja, oh shit, wat stond die? Daar bij je town center rechts. Oh, ja. Recht. Ja, oh ja, die wou ik er straks neerzetten, maar ik zat te twijfelen of... Oh ja, ja. Oké, ik begin nu een beetje man te rijden. Ik zet misschien een beetje op een rare plek neer. Dat kan mij niet schelen als hij het maar weer doet. Ik ga mijn economie proberen te fixen. Oh shit. Oh fuck. Laat ze dat fort niet pakken. Dan hebben we echt een groot probleem. Oh. Oh, nice. Oh nee! Ik leid ze weg. Oh, het zijn er maar een paar. Oh! Beginnen we terug te komen? Beginnen we nou terug te komen? Roep nou alsjeblieft niet te hard, okay. Robin. Alsjeblieft. Nou, beginnen we nou terug te komen? Shut up! Don't jinx us! Oh. Ja, daar komt een muur. Oké, 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 oké. Ik had de muur een beetje in, maar... Hoeveel goud heb jij wel niet, hé? Nou, best weinig nou. Omdat je zoveel had gestuurd, joh. Ja, ik heb alles opgespaard. Ik had echt... Ik dacht, als jij wat nodig hebt. Ik dacht, vraag ik maar een keer, heb je wat nodig? Ja! Nou, ja ik dacht, jij hebt ook niks of zo. Ja, oh, shit, shit, nee, die moet niet. Ja, nee, oh, shit, shit. Zal ik dan gauw proberen naar de volgende eeuw te gaan? Welke eeuw? De derde. Wat? Ja, tuurlijk! Wacht, zit ik in... Doe nou Age of Empires vast. Oh nee, 4, naar 4. Moet ik gaan. Oké, ik ben net zeggen, 3. Ik zit nu in de derde. Maar Age of Empires vast heb ik niet. Ah, natuurlijk. Dan heb ik nog heel even wat... oh, wacht, dat kan ik. Dat kan ik fixen. Dat kan ik heel makkelijk fixen. Ik stuur gewoon 13 man op af en dan is het geen probleem. Inazaku dan, hè? Oké, oké, oké. Waar is die man? Waar is die man? Oké. Kun je hier nog een gate maken? Bij je fort? Ja. Sure. Thanks, thanks. Okay. Die. Goed, terug. Oké, we hebben even wat breathing room gekregen. Nou, moet je niet stik. Het beste zou zijn als we nu even gauw dit fort rushen. Dus go, go, go. Wacht, oh, wacht. Oh, nice. Die is weg. Als het goed is zijn ze daar nu naartoe gelokt. Dan vallen wij nu het fort aan. Dan hoop ik dat ik gelijk heb. Er is hier in ieder geval niemand. Oké. Let's go! Al dat fort neer! Nice. Nou, dat gaat mooi snel zo. Maar dat is mijn laatste fort trouwens hier van mij. Dus, ja, ja, nee, we gaan. Doei! Oké, nice, nice. Dan gaan we weer terug. Ik vraag me af waar dat fort is van die Turken. Ja, nou, het zegt. Of misschien hebben ze dat wel niet. Nee, dat lijkt me sterk. You never know. Inderdaad, you never know. You never alone. Oh nee, is wel nee? Oh. Oké. Mijn economie begint weer een beetje op peil te komen. Mooi show. Dat was echt een mooie boost die je gaf. Bam, jongen. Oké, Falconets in de... Nou, ja, ik wil zeggen in de maak, maar die zijn er al. Oké, ik heb even team cheaper unit upgrades. Team unit upgrades are cheaper. Gehaald. Oh, nice. Okay. Oh, dan moet je nog heel even wachten. Oh. Juist. Nou, hij is bezig. Even kijken, als het goed is zijn mij de Shogun... Hallo? Oké, de tijd dat het duurt om mijn mannen te maken is gedecreased. Oh, dat heb ik ook al, ja. Even kijken, Samurai, nee dat moet ik niet. Daar moet ik nog even mee wachten. Hier moet ik nog even mee wachten, I guess. Het is bijna klaar. Zo, is wat kapot. Heb ik helemaal geen villager meer ofzo? Bam. Ah, ik heb wel villagers, maar die... Oké, die is klaar. Als het goed is zijn die nu goedkoper. Yes, die zijn wel een heel stuk goedkoper trouwens. Mooi. Nou, ik heb hier een groep Falconets. Hier wat Falconets. Nice, we're coming back. Even rust. We hebben het gehaald. We gaan winnen. Wees nou voorzichtig. Oh. Oké. Ik moet net op tijd mijn village weg daar zo. Je pompt er ineens zo'n ding niet. Nou, even wat meer man. Zo, ik heb nu ook recht gemaakt dat ik nu 10 man tegelijkertijd maak. Oh, nice. Dat is, zeker nice. Oké, dit is echt het punt van waar ze niet meer terugkomen. Nee, we hebben nu gewoon echt gewonnen. Oké. Leuk dat je positief bent. Nee, inderdaad. Nee, we hebben nu echt het slechte achter de rug. En nu kunnen we zo... Ja, dat sowieso. Het kon slechter worden. Nou ja, we hadden helemaal kunnen verliezen natuurlijk. Maar... Jongen, 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 jongen. Dat was wel even... Ik had bijna gezegd van, nou, stoppen we met recorden, jongens. Oké, ik ga even kijken hoe het zit met die gasten. Ja, maar weet je het zeker? Ben je er niet even iets voorzichtig? Nee, ik denk echt dat het tijd is voor een countermove. Want als we ze nu even goed op hun plaats kunnen houden. Oké, ze komen aan. Ze komen daar terug. Holy shit, check al die kanonnen, gek. Gelukkig doen ze mijn villages niks. Ja, ik stuur nog wel even een counteraanval. Niet alles. Goed. Nee, doe maar niet, lang niet alles. Oh, ik zou net zo doen mijn villages niks. Nou, daar gaan ze hoor. Oké, ik zal deze man even hierop stellen, zodat ze kunnen flanken. Is goed, is goed, is goed. En dan zal ik deze hier achter de muur pakken, want waarschijnlijk gaan ze daarheen. Eens even kijken. Ik zie niet waar ze nu zijn. Nee, nog. Oh, ze zitten daar, oké. Go, 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 go. Oh. Wat kiezen we van plek uit, man? De plekken waar die niet verdedigd zijn natuurlijk. Ik bedoel, dat zijn experts, hè. Oké, dat zeg je. Ik pak echt een zakken plekken gewoon. Dat zie je gewoon. Oké. Soortjista. Gelukkig heb ik een upgrade voor mijn muur en zo, man. Even kijken. Even kijken hoeveel damage ik daar kan doen. Zo, aanvallen, aanvallen, aanvallen. Laat ze niet doorlopen. Wie, ik? Goed. Ja, nou, als er is, ging al aanvallen. Maar... ik bedoel hier bij de... Ja, bij die, ja. Zijn hier geen villagers? Oh, daar zijn villagers. Die! Als ze wel goed verdedigd met al die kanonnen hier, hè. Kanon towers. Oké, nice. Ik stuur de rest even, wat ik hier heb, even daar ook heen. Het gaat goed. Als we deze weten. Even kijken, bombe 200. Oh. Kijk, ik doe best wel redelijke damage eigenlijk hier. Oh, nou, ik zie het. Mooi. Ik zou zeggen, ga zo door. Nee, daar was ik ook wel van plan, Stefan. Mooi, zo. Ik ben ook een beetje bang voor die... Paas. Ja, die, de Russen, weet je wel. Waar zijn die bezig? Je weet nooit waar die Russen mee bezig zijn. Inderdaad. Ze kunnen altijd gewoon opeens van bam, hey. Je mag helemaal niet bedoelen. Oh, dat is niet goed. Oh, ze hebben hier een fort trouwens. Nou, die pakken ik wel. Kijken hoeveel damage ik daarop kan doen. You never alone! Hm, niet? Nou, ik liet hem even meeslepen. Okay. Wauw! Ik heb dat ook overleefd met die kanonnen blijkbaar. Zie ik daar eentje lopen. Wat met het fort? Het fort gaat goed. Het fort gaat goed. Nou, lekker bezig. Wat wil je daar aan maken dan? Blijf verdedigingspushen. Ja, oké. Die. Oh. Hij loopt vast. Niet op dit cruciaal moment, jongens. Ah, there we go. Cruciaal. Zo, dure woorden niet. Ja, nou ja. Het is duur, moet ik iets duurs vertellen. Ja, wat? Ik weet al niet wat hier duur is. Maar... Oh, je zit daar al je kanon mee. Huh? Oh, nee, zo ben ik niet. Oh, je loopt er alleen een beetje langs, zodat ik dacht dat je al je kanon erin zou doen. Ah. Precies, kijk eens, trick your friend. The trick of the mind, hè? Uh-oh. Trick of the mind. Hm? Dan komen al die valken net zien. Die. Oh. Oké. Okay. Een nieuw man, ja. Oh, mijn volken is terug. Oh, wat komt daar het paars weer aan? Oh, wauw. Ja. Goed dat je wat vooruit had gestuurd, niet? Cool. Jongen. Zo, valkenets zijn dood. Altijd wel jammer, hè? Net als ze freaking goed zijn, doe je één aanval, counteraanval, en dan zit gelijk helemaal voorbij met die gasten. Ah, klopt. Oké, paars nog niet dan, maar... Maar ze hebben niet echt extreme defense of zo. Ah, we hebben gewoon freaking bijna gewonnen in Stefan. Ja. Ik heb helemaal geen population meer ook. Nou, als jij kijkt of je paars kan pakken. Ah, ik zie er allemaal in. Ja. Komt helemaal goed, jongen. Man, dat was echt even stress, jongen, in het begin. Toen net, ja. Ik dacht echt van, nou, dat gaat hem niet worden. Ik dacht precies hetzelfde, maar dan net anders. Ik dacht precies hetzelfde, maar dan net anders. Nou. Wel leuk dat we altijd over hetzelfde denken, hè? Maar dan net anders. Nou, ik denk dat die Suleiman het zomaar op kan regelen. Er is niet veel meer van hem over. Dat is mooi. Dan ben je nog niet eens H4. Oh! Ja, die groep bedoel ik. Die liep net ook al langs mij. Daar heb ik ze aangevallen. Nou, hier komt ook zo'n groep aan. Dus even easy pickings. Zes die wel. Ja, kijk, dit was mijn plan. Oh ja. Nee, geweldig. Ja, nou ja, goed. Ja. Dit is nou, het ziet er wel leuk uit. Jawel, daar ging het om. Oké, let's go. Laat ik hier nog even een paar man staan voor als ze denken van... Oh, we kunnen hier nog wel... Oh, hallo! Oh. Oké, dat is random. Dat is ook even random. Heb ik net de verkeerde paden gemaakt? Geweldig. Geweldig. Hoe kan me dat eigenlijk overkomen? Oh ja. Ja. Ik heb helemaal geen... Je hebt geen meeleven. Nee. Ah, daar zit de rest. Ik heb ook iets te veel valkenets, zeg maar. Iets te veel? Ja. Oh. Je hebt er ook echt wel veel, ja. Oké, patch. Nou, Suleiman, doei! We kunnen al deze gaan. Ah, je bent bij de volgende ook al. Ja, ja, ja. Ik dacht, ik ga maar even lekker doorgaan, weet je wel. Precies. Ik bedoel, hadden ze maar niet moeten stoppen met aanvallen, die suggels. Hallo. Ja, toch. Heb je nog wat nodig? Voor... Oh nee, wacht. Ik heb hier nog bij thuis allemaal dingen staan die ik nog niet gecollect heb. Dacht ik al gecollect had, jongen. Blijkt me niet. Nee, het gaat lekker. Certainly not. Certainly not. Ze hebben hier ook nog een fort. Lol. Nou, ze houden wel van VD. Wacht, dan delete ik deze. Zo. Ja, kun je hulp wel gebruiken, dat wel, man. Allemaal mannen zijn wat dood. Oh. Ja, dan heb ik geen verdediging voor die van mij. Nou, er komen nog wel wat aan, man. Dat is zo mooi om in te zoomen en al. Kijken naar die gasten die daar zitten te strijden voor het leven. Voor het leven. Oh shit. Wat is er? Nou, er staat ook nog, stond ook nog een hele groep, die had ik niet door. Of een hele groep, die... En doe even met je duim... Pacha! Hallo! Dit is wel zo'n mooi gastje dit hoor, die kan hier gewoon mannen maken zo. Patsch. Ja, klopt ja. Ideaal. Alleen ik kan dan niet meer lopen. Ach ja. Ja, voor wat hoort wat toch? Nou, laten we dat, maak jij dat fort even kapot? Vertrouw ik jou wel mee. Met die opdracht. Ja, ja, zeker. Nou. En dat was dan het einde van de... Dat is zo jammer weer, hè? Oh. Ik vind wel dat we iets moois hebben bereikt hier, hoor. Oh, dat zeker. Zo, het zag er echt zo slecht uit, joh, in het begin. In het begin. Jongen, 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 jongen. Maar zo zie je maar weer. Oh, het is alleen maar... Als je me niet opgeeft... Het is alleen maar blaffen, blaffen, blaffen. Maar ze bijten niet. Mooi is dit. Ik weet het. Ik weet het. Nou, ze zullen het zo meteen wel even opgeven, denk ik, of niet? Dat is niet heel lang meer duren. Ik heb gewoon echt een wandelende kazerne op een paard. Wandelende kazerne op een paard. Zo mooi. Dan kan ik hem ook nog... Ja, ik kan hem ook nog als mijn home ding kiezen. Dus als ik iets van de home city neem, dan spant hij ook bij dat paard. Lol. Heerlijk. Technologie van tegenwoordig ook, hè. Technologie van tegenwoordig. Zo alleen... Zo, wat? Dat hoort er niet bij, hoor. Ik kan me niet herinneren. Oh, ik moet naar de wc, gek. Ja, dan moet je... Man, kill these bitches faster, because I... Kijk, dit ziet er ook mooi uit, hè? Klein groepje. Zie je dat? Wat, dat van jou? Ja, ja, ja. Dat ziet er mooi uit, met van die heavy cannons. Ja, ja. En mijn mannetjes ernaast zo van... Hop, 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 hop. Nou, wacht even. Terug. Doe juist de troep even terug. Alles terug. Ja, zodat je niet verliest, zeg maar. Hoezo? Nou, doe nou maar. Ik moet naar de wc. Ik wil even kijken. Nou joh. Een minuutje. Oh, ik weet niet of ik het vol kan houden, hoor. Jawel. Waarom moeten we op wachten, Stefan? Op mij? Waarom? Dat vind ik leuk. Nee, niet aanvallen. Wat ga je nou doen dan? Wacht even. Ik ben er klaar. Moest je weer jezelf... Moet je gewoon weer alles showen van... Oh, dit heb ik, dit kan ik. Nee. Nou, wat ga je doen dan? Oké. Wacht even, hoor. Hallo. Wat? Oké. Bam. Wauw. Ja. Jij bent even bezig geweest. Ja, nee, ik heb dat nog. Wauw. Wij zijn goed, man. Ja, nee, ik had dat, die ene bewaard. Was ik helemaal vergeten. Ik dacht, oh ja, die kan ik zo ook nog gebruiken. Dus allemaal groot naar voedsel toe. Ah, woe toe. Wauw. Ja, wij zijn nog freaking goed, ouwe. Inderdaad. Oh, Ivan heeft zijn beste geweest. Oh, even kijken naar de view postgame. Oké. Ik heb het meest... even, altijd. Altijd, die Russen zijn altijd met de meeste resources. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar krijgen. Meer als de banken van mij. Ja, misschien, ze kunnen meer villages, hè, denk ik. Even kijken, least resources, ik, most improvements, jij, most military units, ik, most units killed, ik, most units lost, Ivan, high score, Ivan, most treasure. Die Suleiman zit er helemaal niet bij, man. Oké, resources. Dan gaan we naar all resources, naar Ivan, food, naar mij. Zo. Oké, ja, wood naar Ivan, kooi naar Ivan, export naar ik. Naar mij, treasure naar Stefan met 6 treasures, hallo, free resources, Ivan, en free units, ik. Gewoon 96. Nee, 69. Kan je dan die resource tribute? Zover ben ik nog niet, hè. Kijk, economy. Oké, all resources, Ivan, spend on units, ik. Spend on buildings, Suleiman. Spend on improvements, Stefan. Spend on... Jongen, 32.500. Zoveel... Maar van 19.000 maar de laatste, hè? Dus de rest heb je eigenlijk gewoon allemaal gebruikt. Hè? Ja, oh my goodness. Ja, dat was dus onze tactiek, hè? Jij gaat gewoon voor de economie. En dan moeten we net de eerste paar aanvallen overleven, hè? En dan... Ja. Nou, je was echt gewoon powerhouse, hoor, dat wel. Even kijken. Military count. Ja, dan met je freaking 567. Je hebt ook altijd een mooie, je ziet allemaal van die mooie groepjes altijd overal heen. Hè? Ja. Daar staat wat en daar staat wat en dan denken hun, ik val hun aan en dan is dat veel van hun kapot, kunnen ze weer teruglopen. Ja, dat is mooi. Echt van die hit and run, weet je, de terroristische Vietcong. Vietcong. Oké, military code. Hoe heet die? Wat? Die kamikaza's. Kamikaze. Yeah. Oké, experience, ik, award, niemand. Maar ik zeg, deze game, normaal sta ik altijd met Age of Empires 3 bovenaan. Ja. Dit was echt wel... Dat gewoon derde. Dat was echt wel knarsetanden dit, hè? Klopt, ja. Hoe kun je zien wie er bovenaan staat? Oh, gewoon total score. Oh, ik sta helemaal onderaan. Oké, nee, cool. Oké, nee. Maar het is wel altijd mooi. Oh, all unit count. Ja, vandaar. Even kijken, als we kijken naar... all population, zoals je in Age of Empires 2 ziet. Zijn wij in Age of Empires 2 heb je al de all population in de timeline altijd. Als het goed is. Dus klik je nu even hier ook. Even kijken, nou. Wij gaan echt keihard in het begin. En Ivan op het laatste zo'n hele lange... Doem! Naar beneden. Ja. Oh, dat was wel echt het dieptepunt daar bij, waar jij naar Age 4 ging. Klopt, ja. Of was ik dat? Nee, dat was ik. Ja. Oh ja, nee, daar ja, inderdaad. Jij, dat was echt een dieptepunt. Op dat manier, dan zie je ook dat jij helemaal trottles zie en mij zie je nog wel omhoog gaan. Ja. Want ik was echt heel veel met resources bezig. Zeker. Ik zat hier, ja inderdaad, daarvan. Kijk die sprong van mij dan. Ja. 42 minuten. Wanneer was dat dan? Was toen ik H4 ging, ja. En toen jij daar, bam. Okay. En toen heb ik je veel resources gestuurd, daar kreeg ik van. Toen had ik veel Falconheads, denk ik. Nee, volgens mij had je me resources gestuurd toen ik omhoog begon te stijgen. En toen ben ik daarna naar H4 gegaan, ja. Oh, je ziet me daar echt struggelen gewoon. En jij daarboven van, het lukt nog wel. Ja. En dan ik jou resources geef, dus dan schiet jij mij voorbij zo. En vervolgens schiet ik jou weer voorbij, en dan jij, en dan ik, en dan jij. Weer een race van, ik kom omhoog. Ja. Is er ook een score? Als we kijken naar de score. Oh. Jij bent echt wel goed, hè? Op het laatste moment ben je echt keihard naar beneden gegaan, omdat je alles had gestuurd. Klopt, ja. Wauw. Nee, dat was weer een mooi potje. Zeker. Ik snap alleen echt nooit hoe die gasten dat doen met resources samen. Of zouden ze gewoon een aantal bonus krijgen, omdat ze dan hard experts zijn? Ik denk... Ja. Dat ze dan gewoon 2 keer zoveel als ons verzamelen. Ja, maar ja, dan op het moment is het natuurlijk afgelopen. Dan hebben ze niks meer. Nee, klopt. En dan kunnen wij mooi doorgroeien. Zeker. Nou, kijk nog even naar de military unit count. Oh, sorry, ik heb hem net afgesloten. Oké, je ziet hier. Dus voor Ivan staat de hele tijd freaking hoog. En dan op een gegeven moment begon ik alleen maar mannen te maken. En dan ging jij omhoog. Oké, nou. Vond je dat nou een leuk filmpje of geen leuk filmpje? Laat het ons dan weten door een reactie achter te laten onder het filmpje. En zoals altijd, vergeet het niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En ook nog een like voor als je het extra leuk vond. En dan zien we jullie later. Ajo! Yo!